Dan heb ik... Een tweetal insprekers hebben zich gemeld, gezamenlijk overigens. Want de heer Timmerman had zich aangemeld en hij heeft gezegd... of tenminste, ik heb begrepen dat de heer Appel hem gaat ondersteunen in zijn betoog. Jullie krijgen tezamen 5 minuten. Ik voorzie dat het weer gezellig wordt. Meneer de heer Timmermans. Nou, niet zo leuk als de inspraak over de Bukdijk. Dat... goedenavond, dames en heren, raad, college. De burgemeester refereerde er al aan. Het is vandaag een dag met een feestelijk tintje. En om 2:05 werd Laura geïnstalleerd. En ze stond er in een prachtig broekpak voor zich uit te stralen. Maar ze moest wat handjes geven. Ongelooflijk. Opmerkelijk was verder dat het eerste debat wat daarop volgde, dat mevrouw Mona Keijzer daar aanwezig was. Dus het is wel opmerkelijk hoe Waterland zijn sporen trekt op dit moment in de Tweede Kamer. Stanley Appel en ik, wij zijn buren. En hij is een echte markerbeer. Dat mocht ik niet zeggen. En ik zal altijd wel een langbroek blijven. Wij mogen samen inspreken. En dat lijkt zo gewoon, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn landen die, als je alleen al het woord laat vallen, dat je in het gevangen zit. En ik heb jaren in de journalistiek gezeten. En... dat journalisten opgepakt worden, et cetera, et cetera. Dus wij zijn er erg blij over. Er is ons beiden iets opgevallen het laatste kwartaal. En dat is niet het bestuurskrachtonderzoek. Maar er zijn kilo's bloemen over de tafel hier gegaan, want iedereen had gewonnen. En ook degene die verloren hadden, die kreeg ook nog een bloemetje. Ik denk dat het op dit moment niet helemaal meer zou stroken met Astrid haar aanpak. Want dan doen we de bijtjes weer tekort. Dus we hebben iets anders bedacht. Maar twee personen zijn buiten die hele bloemenregel gebleven, terwijl ze toch een gigantische hoop werk hebben verzet. En we dachten, daar gaan we wat aan doen. En nu neemt Stanley het over. Ja, goedenavond. Ik hou het kort en krachtig. Ik ben meestal efficiënt en... ik heb geen woorden meer, want Ludo heeft het al gezegd. Ik wil eigenlijk, we hebben een presentje, een aardigheidje voor twee personen hier in deze zaal. Dat is de burgemeester, mevrouw Kroon. En de griffier, meneer Van Dijk. Ja. Jullie doen goed werk. Nou, daar gaan we. Kom op. Thank you.
Ja, kijk. Die kan dan naar. Nou. Is het mooi? We lopen straks het rondje met de vlag om de schouders. Maar... Heel hartelijk dank, heren. Wij weten nog niet precies, het feit dat wij geen bloemen hebben gekregen was uw aanleiding. Ontzettend lief, aardig, dank u wel.